Ze werkte in een klein kroegje in de Filipijnen. Oh man, ze had een lach die je hart deed smelten. Maar ik zweer het je, als ze je met een ander betrapte, legde ze je even snel om als dat ze je zoende. Was maar een klein grietje. Was niet veel groter dan 1,50 meter. Ze noemden er een tolletje. Houd toch je bek, ouwe man. Dat verhaal heb je ons al 20 keer verteld. Ah ja, oké. Okay. Zwaar ook. Mijn geheugen is niet meer zo goed als het was. Waarom doe je er eigenlijk zo lang over? Nou, misschien heb je het nog niet door. Maar de meeste van die boeken zijn half verrot. En geschreven in het Spaans. Ja, schiet nou maar op. De baas wacht op je. Hé, daarboven!